Goedemorgen allemaal. Nee, voor jullie is het morgen, voor mij is het middag. Ik vlog op mijn nieuwe vlogcamera. Afgelopen maandag is hij binnengekomen. Super blij mee. De afgelopen paar dagen even een beetje geoefend en gekeken van joh, hoe werkt het nou precies allemaal? Het waait heel hard, dus ik hoop dat jullie me ook kunnen horen. Maar ik heb een nieuwe camera. Maar ik heb alleen nog steeds geen editprogramma waar ik altijd op edit. Oh, het waait hard. Boah. Dat is dus om de reden dat ik natuurlijk nog steeds geen MacBook laden heb. Ik heb een nieuwe camera gekocht voor €180. Maar ik heb geen MacBook laden gekocht voor €40. Beetje dom. Maar ook dat wordt geregeld de komende weken. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik heb mijn boodschappen gehaald. Ik heb wel al avond gegeten. Maar ja, ik moest nog een paar dingen hebben, dus die heb ik even gehaald. Het waait hard, dus ik praat zo thuis met jullie verder. Goed, lieve mensen, dit moet er heel charmant uitzien. Ik ga ze er ook gelijk afhalen. Ik heb lekker deze iPads opgehad. Super heerlijk. Het zijn een soort siliconen iPads. Dit is echt zo grappig. Maar ook heel erg fijn. Zitten echt, deze blijven ook echt zitten. Ik heb normaal... Waar ga ik het neerleggen? Hier zo. Normaal heb ik van die... plastic papierenachtige dingetjes. Maar dit is dus van het siliconen spul. Dat is echt wel heel fijn. Dat blijft echt goed plakken. Ik heb lekker dus eye mask op gehad. Ik ben omgekleed en ik ga lekker slapen. Ik heb een vrij rustige avond gehad. Ik ben op zoek geweest naar tatoeages die dit driehoekje kunnen coveren. Wordt nog best lastig, maar ik zit te denken aan een vlindertje. En dan misschien een kleur. Ik denk het sowieso wel een kleur, dat is wat leukste. Zullen we nog even een beetje onderzoeken en speculeren hoe we dat gaan doen. Maar ik ga slapen en ik neem jullie morgen mee naar school. Tot morgen. Goedemorgen. Het is donderdag en ik heb mijn tas op de tafel gezet, want ik ben helemaal ready. Ik ben compleet aangekleed. Ik heb vandaag geel shirtje Primark, Fashion Action, broek Primark en schoenen ook Primark. Bijna compleet aan Primark. Ik ga eventjes een kopje koffie zetten, want dat heb ik nog niet op. En trouwens, make-up heb ik echt heel weinig van op. Het lijkt heel veel, maar het is echt heel erg weinig. Ik heb heel veel breakouts de laatste tijd, dus ik wil de laatste tijd proberen zo min mogelijk make-up te dragen. Maar ik wil wel wat dragen, anders zie ik er zo moe uit. Het is tijd voor een lekker kopje koffie en een beetje ontbijt met Gries mijn pap. En de papegaaien zijn ook al wakker.
helpen me. Op naar school. Ik ben nog half slaperig. Ik heb koffie op, ik heb ontbijt op. Ik ga zo op school nog koffie halen. Het schermpje is een beetje vies. Ik ga zo op school nog koffie halen, want ik heb wat trek. Of trek, dorst. Ik heb trek in koffie. Dus ik denk zo lekker een cappuccino of een latte macchiato gaan halen. En voor de rest, niet heel veel meer te melden. Ik ga nu onderweg naar school, meer heb ik niet te melden. Eigenlijk heb ik totaal geen zin. Maar ja, niemand heeft zin. We doen echt helemaal niks meer op school, jongens. Echt helemaal niks. We leren er niks meer. We hebben alleen maar geouwe hoer. We worden tot het bot gedemotiveerd door onze mentor. Ik snap echt het principe en woordje school niet meer. Dat moet echt eens veranderen in het woordenboek, want volgens mij klopt dat helemaal niet meer. Want je leert niks meer op school. Echt letterlijk helemaal niks. Maar ja, we moeten wel aanwezig zijn. Dus vandaar dat we met ons goede gedrag naar school gaan. We moeten toch wat. Sorry voor het negatieve momentje, maar ik ben echt klaar met school, man. Ik heb er geen zin meer in. Goed, in de metro. Ik ben echt behoorlijk moe. Maar ja, naar school. Zonnetje schijnt buiten. En de lucht is behoorlijk gewoon blauw. Dus dat is wel heerlijk. In de hoop. Ja. Dat het gewoon lekker blijft vandaag. Ik heb expres een vestje aangedaan met mijn gele jas eroverheen, zodat het niet mega warm zou zijn. Maar ja, ik heb wel twee keer een kopje koffie zo hoor. Lekker cappuccino met de les in, heerlijk. Maar het is gewoon al, weet je, de eerste twee uur doen we niks. Dan hebben we een uurtje praktijk, dat heb ik allemaal al gedaan, dus dan doe ik ook niks. En daarna heb ik een uurtje mentuur, dan word ik door het bot afgezekerd dat we het slecht doen. En dan gaan we naar huis. Dat is tegenwoordig mijn schoolleven. Dat is echt zo niet leuk. Maar ja, we moeten wel voor de aanwezigheid. Dus daarvoor gaan we maar. Jij bent echt toe mars, man. Oh mijn god. Oké, goed. We zijn twee uurtjes naar school geweest. We hebben niks gedaan. Echt helemaal niks. Nu zijn we in het centrum. En ja, wat we hier nou op zich gaan doen is ook wel de vraag. We moeten naar de Kruidvat Action. Moeten we er meer heen? Dat was volgens mij, ik heb geen idee wat we nog meer moeten doen. En ik ga even langs en herlopen in de Voorstraat, want als het goed is werkt Julia vandaag ook. Ik ga morgen bij de langs. Maar als het goed is werkt ze vandaag ook, dus ik wil even kijken of ze er is. Maar ik weet niet, ze had een klant nodig vandaag, maar het kan zijn of ze die hier in de salon nodig heeft. Of ze heeft het nodig op school, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben benieuwd, ik ga even kijken. En dan weet ik in ieder geval waar de salon zit. En dan kan ik er morgen langs. Maar we gaan even lekker met z'n allen eventjes de winkeltjes verkennen. Why not? Let's go. Goed, hallo, hallo, hallo. Ik ben inmiddels uit school. Ik ben nu terug aan het lopen naar huis. Ik ben net heen en weer gelopen. Want het is namelijk zo dat Chantal even mee is geweest. Ik ben even met hem meegelopen naar de metro en ik heb gelijk even een halfje brood gehad en twee flesjes drinken vanmorgen. Dan heb ik wat te eten morgen, dat is wel lekker. Dus ja jongens en meisjes, ik moet heel nog naar de wc, misschien doe maar information, maar ja, het moet wel. Komende vrijdag moet ik dus gaan werken, waar ik trouwens wel heel veel zin in heb. Het is vandaag een vrij rustig en chill dagje geweest. We hebben anderhalf uur in het centrum rondgehangen. Maar daarna zijn we terug naar school gegaan. Ik heb nieuwe foto's geprint die ik zo meteen opgehangen in mijn kamer. Verder rest. Niet heel veel bijzonders meer gehad. Het is eigenlijk vrijwel alleen dat. Ik heb wat te eten gehaald vandaag. Voor mij en Chantal. En Natuska. Gelukkig met z'n drie wat eten. En ja. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik heb mijn jas trouwens net thuis gelaten, want het is echt warm. Poef. Maar ja, morgen is weer een dagdienst. Morgen een dagdienst met mijn werkbegeleider. Dat vind ik wel super, super fijn. En ik heb vandaag doorgewerkt aan stageopdrachten. Dat is ook hartstikke goed gegaan. Hoesjes naar binnen gekomen. Ik heb afgelopen woensdag twee paarse hoesjes besteld. Eén voor mij en eentje voor Chantal.
We wilden allebei een leuk fris kleurtje. En toen zagen we lila, paars. Dus hebben we die genomen. Nou ja, nu dus onderweg naar huis. En ik moet zeggen, de awkwardness met de camera, ondanks die groter is, begint steeds minder te worden. En jongens, het is echt vreselijk lekker weer. Als het goed is, wordt het weekend ook lekker. Komende zaterdag gaan we naar de Cavia Stichting. Er wordt een aparte video, waar ik wel heel veel zin in heb trouwens. Het wordt een aparte video, maar hij wordt wel heel erg leuk. Die komt waarschijnlijk dan de maandag als extra online. Maar ja, nu in ieder geval op naar huis en een beetje bijkomen van vandaag. Want het was nogal wel een behoorlijke zware en drukke dag. Dus ja. Goedemorgen. Ik ben klaar. Ik ben wakker. Ik ben aangekleed. Ik ben mijn make-upje zit erop. Haar is gedaan. Een soort van. Ik wilde niet helemaal vanmorgen. Ik heb mijn eten gepakt. Ga ik in mijn tas doen. En dan ga ik dus de video weer gaan weg, want het is super vroeg. Dus ja, laatste dagje stage voor het weekend. Een dagdienst met mijn werkbegeleider. En een hele fijne collega natuurlijk. En wie er de halve dienst heeft, weet ik niet. Dat zie ik wel. Maar goed, ik ga richting stage. Ik ben zo verkouden. Vreselijk. Ik heb echt zo goed geslapen. Of nee, zo niet goed geslapen vannacht. Ik heb goed geslapen van 10:30 tot 11:30. En toen ging het mega fout, want toen was ik gewoon wakker de hele nacht. Ik ben wakker gehouden, lekker. Maar goed, ik ga mijn laatste spulletjes bij elkaar pakken en dan ga ik dus de video weer gaan de deur uit, want ik wil niet te laat komen. Goed, goedemiddag allemaal. Ik ben thuis van stage. Oh, het was een zware, maar wel leuke dag vandaag. Nee, ja, zwaar kan ik het niet noemen. Maar ik ben wel moe, laat ik het zo zeggen. Ik ga zo eventjes liggen. Ik heb avond gegeten. En ik wil vanavond heel graag tv kijken. Dus daarom ga ik zo even lekker in mijn bed liggen. Ik heb een paar pennen die ik weg moet stoppen. Maar ik ga er dus even lekker liggen, want ik ben gewoon best wel moe. En ja, ik wil wel gewoon de avond normaal kunnen halen en kunnen tv kijken. Dus ik ga even bijslapen en dan... ja, eindig ik ook hier gelijk de video. Ik ga zo meteen ook even editen. Dan kan deze video zondag online. En dan kan de video van morgen, zaterdag dus, die kan voor jullie morgen online, maandag. Dus boem. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga voor het eerst ook de video editen met deze camera. Ik heb dus nog niet gehoord hoe het is om het geluid te horen. Ik weet niet hoe de beeldkwaliteit is. Ik kan het in mijn schermpje zien, maar ik weet niet hoe het op... en het werkelijke laptop is. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ga ik nu ook checken. Ik ben een beetje buiten adem. Ik bedank jullie in ieder geval wel voor het kijken. Doe deze video een duimpje omhoog. En let me know in de comments wat jullie wat jullie vinden van de kwaliteit. Van het geluid. Dat er iets anders moet. Misschien moet het licht anders. Let me know. En dan ga ik er zeker wat mee doen. Maar het is voor mij nog een beetje uitvogelen. Maar morgen komt er een hele leuke dag. En natuurlijk een hele leuke video online voor jullie. Dus ja, ik bedank jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer morgen bij een nieuwe video. Doeg!